Nou jongens, we zijn naar Peerijk gestuurd, naar Dongen. Oh. Ik kreeg een berichtje van Anouk. Zij hebben namelijk het Brabants buske nagemaakt. Ja, dat willen wij natuurlijk wel even met onze eigen ogen zien. En als het goed is, is het hier dadelijk. Oh, Melvin! Oh jee. Kijk hier eens, joh! Oh, oh dit is mooi! Gaat die goed zo, Melvin? Ja. Ja? Voor jou wel, denk ik. Nou jongens, als jullie hier de eerste prijs mee gaan halen, weet ik het ook niet meer. Wat leuk. Dankjewel. Wij voelen ons vereerd. Ja, geen probleem. Betty zit trouwens ook bij, hè? Kijk hier. Hi. Jij bent goed opgedroogd, Betty. Ja, goed. Hè? Heerlijk. Misschien ook wel 20 jaar jonger geworden, maar... Dat zie je niet, hoor. Dat zie je niet. Jongens, waarom dachten jullie, we maken het Brabants buske na? Het motto in Dongen was, we hebben er een nuske voor. En toen dachten wij, we moeten iets doen met neus in uw zaak steken. Ja. Dus nieuws, kranten, media. Nou, toen dachten we, hoe leuk is het om het Brabants buske te maken. Omdat wij ook altijd onze neus in allemaal zaken steken. Ja, jij snapt hem. Ja. Ik vind het echt heel erg gaaf gelukt. Wil jij kijken wat er binnenin zit? Ik wil even kijken wat er in het buske te zien is. Oh, bij jullie is het net zo rommel als bij ons, zie ik. Ja. Alle apparatuur, geluid, licht, het gaat draaien, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Verschillende opzetstukken die draaien allemaal, inderdaad. Ja. In principe kunnen ze hier allemaal mee bedienen. Je moet niet alleen kunnen bouwen, je moet ook elektrisch en technisch verstand hebben, toch? Ja, daar komt wel veel meer bij kijken als alleen papiermaché, zeg maar. En, ja. En hoe zit het met de toeter? Ja, die moet op een van deze... Oh, deze. Het is meer een vrachtwagentoeter deze. Ja, dat klopt. Ja, dat wel. Lekker. Ik zie Christel is er, maar hebben we ook nog een Jordi? Oh god, ja, daar staat... Ja, daar is hem. Jordi, kom erbij. Ben je een beetje klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, ja. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb gelijk sprekend op, een groot voorhoofd. Dus, Nou jongens, Jordi, je hebt een groot voorhoofd. Daar moet je het mee doen hier zo. Ja, dat is zeker waar, ja. Hoe gaat die act er morgen uitzien dan? Ja, wij gaan allemaal mensen langs de kant interviewen. En dan steken we onze neus in hun zaken met de goede plopkap. In plaats van deze. Bedankt voor de melding, Jordi. Wij zijn er nu ook klaar voor. Ja, precies. Het is beter zo. Maak er een mooi feestje van. Dat gaan we doen. Hey, bedankt, jongens. Houdoe, veel plezier. Kijk eens, Hannelo, wat ik heb. Deze nemen we mee.